allerlaatste wedstrijd van het seizoen 2016-2017 in de derde divisie tussen DVS 33 en Scheveningen. Maar ook de allerlaatste wedstrijd, misschien, van de trainer Willem Leushuis. Dat klopt. Ja, dat klopt, hè. Mooi kort antwoord. We hadden duidelijk wat anders afgesproken, maar goed. Deze wedstrijd tegen Scheveningen, ja, dat wil toch ook wat zeggen. Het is ook weer een gymnastiekcollega die daar aan het roer staat. Ja, blijkbaar weet jij meer dan mij, die wist ik niet. Dat wist je niet? Nee. Ik had het gehoord van Jan de Gier. Ken je Jan de Gier? Die ken ik ook niet. Nee? Oh, goed. Nou, die is van de vereniging van vakbond van oefenmeesters. Ja, volgens mij heb jij hem laatst gesproken. Hij zei dat tegen mij. Goed, de wedstrijd van vanmiddag tegen Scheveningen. Die wordt natuurlijk super serieus aangepakt door DVS. En door jou. Ik ken Jan de Gier echt niet, want je maakt nou een sneer naar mij toe, maar ik ken Jan. Nee, het is geen sneer. Nee, het is echt niet. Jan, nee, ga ik het er straks over hebben. Oké, okay. Maar wat was je vraag ook alweer? Scheveningen. Oh, daar ging het om natuurlijk. Ja, dat is de wedstrijd van vanmiddag. Pittige ploeg. Ja, het is een team met heel veel kwaliteit, met veel gochme. Straatschoffies. Ja, het is een hele lastige tegenstander. Alle tegenstanders die ik spreek die tegen Scheveningen gespeeld hebben, die vinden Scheveningen een hele lastige ploeg. Dus compliment aan de trainer daar. DVS speelde uit een van de betere duels. Het was een werkelijk schitterende pot voetbal in Scheveningen. En het eerste kwartier dreigde DVS overlopen te worden. Ja, ik geef het maar even mee dat je dat straks in de kleedkamer nog even deelneemt of mededeelt aan de spelers. Nee, maar wij weten wat we kunnen verwachten. En ik heb ook het verslag van de vorige wedstrijd gelezen op de website van DVS. Ik bedoel ook de incidentjes en de opstootjes. En ja, daar zijn zij heel erg bedreven en ervaren in. En ik denk dat DVS nu ook wel wat stapjes gemaakt heeft in dat opzicht. Dat we iets meer gochme gekregen hebben. En hopelijk gaat dat vanmiddag blijken. Ik heb net de opstelling stiekem bekeken. En daar zag ik dat Lars Dekker daar in stond in de basis. En ja, dat vind ik leuk. Ja, Lars Dekker is volop in ontwikkeling. Hij heeft zich nu de laatste half jaar, vind ik, of tenminste de tijd dat ik hier ben, zich ontzettend goed ontwikkeld. Mede door onze successen en de stand op de ranglijst in de periode en dat die uitslagen niet te groot waren, hebben we wat problemen gehad om die jonge jongens te brengen. Maar dit is wel het moment en dat heeft Lars en ook Heiko zeker verdiend. Dit is een beetje de laatste, ja, dit is misschien wel de laatste voorbeschouwing die ik met jou doe. Heb jij genoten van je tijd bij DVS 33? Ja, echt een van de leukere clubs waar ik trainer geweest ben. Vooral ook de mensen eromheen. Maar het is ook wel zo dat het allemaal erg lieve mensen zijn. En ja, als je echt ambities hebt om in die top van het amateurvoetbal mee te draaien, mag je best wel iets minder lief zijn. En daar weet jij alles van? Ik was lief, toen daarna was ik niet lief en nu ben ik weer lief. Ja, dat heeft ook met leeftijd te maken. Dat je, hoe ouder je wordt, hoe aardiger je wordt. Ook naar de interviewer toe. Ja, met name naar jou toe, want op een gegeven moment toen dacht ik van echt, was dat een vervelende, nare man. Maar uiteindelijk zijn we gewoon bijna vrienden geworden. Precies. Heel veel succes vanmiddag en heel veel plezier ook met alle spelers die vanmiddag een beurt krijgen. Ja, het plezier is vorige week totaal afwezig geweest en ik hoop dat het vandaag weer terugkomt. Ik hoop dat ook. Oké, bedankt namens alle DVS TV-kijkers en nogmaals een hand. Vriend. Ja, dankjewel vriend. Eerste fluitsignaal van scheidsrechter Gerritsen ten teken van het feit dat de wedstrijd DVS 33 Scheveningen is begonnen. Scheveningen bouwt aan de volgende aanval. El Moussaoui. Samunder. Samunder op Rog. Rog nog steeds in balbezit. Geeft die bal aan... dat is kort gedraaid door die... Calabro. Aldogan bijna. DVS kan overnemen. Frank Heus. Prima meegegeven door Maurice de Ruiter. Frank Heus kijkt. Frank Heus. Ja hoor! En het is zover. Frank Heus. Eindelijk. Zijn moment. Wat een afscheid voor hem. Ongelofelijk. Wat leuk. Heel mooi, Frank. Zo had je dat het hele seizoen moeten doen natuurlijk. Hij is diverse keren in... een bijzonder mooie positie geweest om te scoren. En nu, eindelijk, tussen vier benen door van de Scheveninger, weet Frank Heus hier te scoren op een mooie manier.
en brengt DVS 33 op een 1-0 voorsprong in Ermelo. Benjamin Romeon weggestuurd door Maurice de Ruiter. Gaat zijn man opzoeken, gaat zijn man heel makkelijk voorbij. Gaat de 16 meter binnen, geeft hem daar neer bij Frank Heus. En die noteert zijn tweede treffer van de vanmiddag. In de 23e minuut zorgt hij ervoor dat DVS 33 hier op een 2-0 voorsprong komt tegen Scheveningen. En ik riep het net al, dat is Frank Heus zijn tweede doelpunt voor deze middag. Samoen ermee opgekomen. Komt die bal voor de voeten van... Nee, dit gaat allemaal niet door nog tot nu toe. Aanval loopt nog door. Peters laat zich vallen. Scheidsrechter geeft een penalty. In eerste instantie leek die aanval te zijn worden afgeslagen door DVS. Maar het is Peters die zich laat vallen. Of Calabro. Kou, lekker Daan Huiskamp. In tweede instantie gaat hij naast de goal. Wat een fantastische redding. In zijn laatste wedstrijd hier voor DVS. Waarschijnlijk omdat na competitie eigenlijk heel ver weg is. Omdat de standen op de andere velden in het voordeel zijn van IJsselmeervogels. Maar een fantastische redding van Daan Huiskamp. Peters, Samoender, voorzet. Bij de eerste paal, nee, op de eerste paal. Of was het weer Daan Huiskamp? Aanval loopt verder via Samoender. Samoender niet voorbij Benjamin Romeon. Gaat wel ten koste van de corner. Daar houdt Daan Huiskamp opnieuw zijn goal leeg. Iemand die de club gaat verlaten, namelijk Edmund Meijneer. Edmund Meijneer gaat het laatste kwartier van deze wedstrijd spelen. Voor het eerste elftal van DVS. Frank Heus verlaat het veld. En voor hem komt het laatste kwartier voor DVS wat hij gaat volmaken. Edmund Meijneer met nummer 3. Aldogan. Handig. Pas afgesneden door Rico Wolven. Benjamin Romeon. Edmund Meijneer. Edmund Meijneer. Edmund Meijneer. Oh. Eerste kans voor Edmund Meijneer als spits vanmiddag. Oeh, daar lette Lars Dekker even niet op. Nee, Koen Vloedgraven. Ik wou net zeggen ongeveer zijn enige foutje. Maar dat was dus in dit geval Koen Vloedgraven. En dat levert misschien Scheveningen een kans op. Maar nee hoor, natuurlijk staat daar Daan Huiskamp. Wat een keeper. Wat een keeper is dit. Hier een publiekswissel. Daan Huiskamp verlaat DVS en verlaat het veld. Krijgt een staande ovatie. Man of the match. En hij krijgt van de trainer Willem Leushuis de publiekswissel die hij absoluut verdient. En een staande ovatie hier van wordt geknuffeld door alle spelers. Krijgt hier een daverend applaus van het publiek. Man of the match. Publiekswissel. Daan Huiskamp. Hij wordt natuurlijk vervangen door Paul Epping. Wat een mooi afscheid van Daan Huiskamp. Mooi gebaar van de trainer Willem Leushuis. En daar fluit scheidsrechter Gerritsen voor de laatste keer deze middag. Zo gaat de laatste wedstrijd in de competitie met een 2-0 overwinning naar DVS ten opzichte van Scheveningen. Na deze wedstrijd een korte analyse met de doelpuntenmaker van deze middag, Frank Heus. Je had er zomaar twee in liggen, Frank. Ja, scoren, dat kan ik wel. Dus eindelijk ging ze erin. Ja, jij zegt wel vol zelfvertrouwen, scoren, dat kan ik wel. Maar je kwam vaak in scoringspositie. En dan dacht ik van, oh, kom op Frank, haal die trekker over. Maar dat ging vanmiddag dus gewoon goed. Ja, ik heb wel wat kansen laten liggen afgelopen tijd. En ja, daar baal ik van. Maar gelukkig heb ik het nu zo afgesloten. En, ja, dat heb je fantastisch mooi afgesloten. Beschrijf ze even. Ja, de eerste goal was een hele goede bal van Maurice. Een omschakeling. En hij giet hem diep.
En ik kwam in de 16 en ik dacht van, of ik geef hem met Basiel mee of ik ga zelf voor een actie naar binnen. En ik kreeg hem gelukkig, wel iets gelukkig, maar ja, ik had het gevoel. En toen dacht ik gewoon korthoek. En toen, hij hoeft niet altijd hard, hij ging gewoon lekker in korthoek erin. Ja, ik vond het een subtiele voetbeweging, moet ik zeggen, Frank. En de tweede? De tweede was een wereldactie van Benjamin. En we hebben ook afgesproken dat als hij doorkomt, dat ik dan daar ongeveer zou komen voor de goal. En ja, dat was een hele goede actie en ik hoefde hem alleen maar binnen te schrijven. Nou, een heerlijke afsluiting van een hopelijk toch mooi jaar geweest, Frank. Heel veel succes bij Sparta Nijkerk. Ik heb het je natuurlijk al eerder gewenst tijdens het weekjournaal. Maar hierbij nogmaals, maar je verdiende om even voor de microfoon te komen vanwege je twee fantastische doelpunten, Frank. Ja, dankjewel. En ik wens jullie ook veel succes en jullie moeten gewoon doorgaan met het werk wat jullie doen. Want dat doen jullie wel heel leuk, moet ik zeggen. Oké, dankjewel. Oké, top. Dankjewel. Voor het eerst een volledig duel, in dit geval voor Lars Dekker. Lars, als ik jou zie voetballen, denk ik, wat is voetbal simpel? Je moet het ook niet te moeilijk maken, Piet. Nou ja, ik probeer altijd de bal maximaal twee keer te raken. En ja, met de bal lopen is niet echt iets wat ik goed kan. Dus dan zul je mij dat ook niet snel zien doen. En misschien dat het dan wat makkelijker uitziet, maar ja, zo voel ik eigenlijk al jaren. Lars, jij doet precies wat Johan Cruijff zegt. Je moet niet te veel meters maken, maar je staat altijd op de goede positie, man. Nou, ik moet zeggen dat ik vandaag al vooral in de middencirkel heb gestaan. Hoor. Maar ja, trainen zei ook voor de wedstrijd dat het belangrijk was dat we niet te veel naar voren gingen lopen met z'n allen. Dus ik probeerde gewoon waar het kon controle te houden in de omschakeling. Je hebt in mijn ogen een fantastische wedstrijd gespeeld. Ik denk ook in de ogen van het DVS-TV-publiek. En daar wens ik je heel veel geluk mee. Succes volgend jaar. En ik denk, ze kunnen niet meer om je heen. Basis, Lars. Ja, dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Analyse van beide trainers. John Blok van SVV Scheveningen. En natuurlijk Willem Leushuis van DVS 33. John, eerste helft. Beschrijf dat eens van deze wedstrijd. Nou, dan ben ik stel klaar. Dramatisch. Ja, het zag er niet uit van onze kant. Dus daar kan ik kort over zijn. Kwam dat door het goede spel van de DVS, het makkelijke combineren? Of kwam dat doordat er geen pit zat in je ploeg? Nou, vooral dat laatste, denk ik. En natuurlijk heeft DVS een hele goede ploeg. En dan weet je ook dat als je ze ruimte geeft, dat ze uitstekend kunnen voetballen. Ja, goed, dat stonden we ook gewoon toe. En als je allebei de goals ziet, ja, die schieten we er allebei nog net niet zelf in. Maar het is natuurlijk dramatisch verdedigd. En voorin was het ook niks. Het was loszand. Wat vond jij ervan, Willem, die eerste helft? Nou, ik vond dit een kopie van vorige week. Maar toen waren wij, zeg maar, Scheveningen. De eerste helft was echt... ik vond ons vorige week heel slecht spelen. En ik vond Scheveningen de eerste helft ook niet bij de les eigenlijk. En daar hebben we redelijk goed van geprofiteerd. Ja, want Scheveningen, als ik die eerste wedstrijd, ik was het eerste kwartier, was ik echt gewoon flabbergasted. Ik denk, wow, wat is dit een sterke ploeg. En daar zag ik even helemaal niks van terug in de eerste helft. Nee, ik ook niet. En dat zijn vaak ook de ongrijpbare dingen. Natuurlijk waarschuw je daar vooraf voor. Natuurlijk weet je ook dat er bij Rijsburg eventueel nog wat gek zou kunnen gebeuren. Dat hebben we ook van tevoren gezegd. Je moet in ieder geval zorgen dat je zelf niks kan verwijten. Nou ja, goed, dat was wel een ruime mate aanwezig natuurlijk. En natuurlijk draait Rijsburg dat nog om. Maar daar heb je geen invloed op. Je moet altijd zorgen dat je zelf presteert. Vond ons de tweede helft iets beter. Maar het was ook nog niet fantastisch. Zeker niet. Tweede helft genoten van je keeper, onder andere. Ja, die heeft ons wel duidelijk gered. Ja, met die strafschoppen en een paar hele goede reddingen. Maar ik vind wel dat wij in de omschakeling hadden wel iets effectiever kunnen zijn. Maar ik weet ook niet, misschien het weer en een stukje gemakzucht. En ja, dan ga je doorwisselen natuurlijk om iedereen nog een leuk afscheid te geven. En dan, ja, dan ziet het er eigenlijk niet meer uit. Maar uiteindelijk denk ik dat we voor de hele wedstrijd gezien wel verdiend gewonnen hebben, denk ik. Zeker. Je laatste wedstrijd bij DVS 33. Je hebt aan de opdracht voldaan. Ik heb van je genoten. Ik hoop jij van mij ook. Drie gymnastiekers hier op een rijtje. John, heel veel succes volgend seizoen. Ook nog weer Scheveningen. Dankjewel. We komen elkaar weer tegen. Hartstikke goed. Bedankt. En veel succes. En jij, Willem, ook bedankt. En veel succes. Hetzelfde.